Ja, we zijn met een heleboel bedrijven samen met de provincie op handelsmissie naar China geweest. En mijn aandeel in deze reis was om een groep bedrijf te begeleiden rond de tuinbouw, rond de tuinbouwcluster. En we zijn op de eerste dag, de maandag, eigenlijk de eerste echte werkdag van de week, zijn we naar Zhangde geweest, waar een hele nieuwe kas is opgebouwd. De kas was nog helemaal leeg, maar het was wel helemaal klaar nu, klaar om de eerste plantjes te gaan planten. De tomaten die met het Chinese nieuwjaar klaar moeten zijn. En die kas die werd opgeleverd die dag, die is in samenwerking met Delphi opgewerkt. En wij mochten hem feestelijk openen samen met de overheid ter plekke. Ja, ik was al voorbereid op de China-reizen, op de protocollen die daar gelden in dat land. En het was prachtig om mee te maken. Je voelt je een soort van Obama als je wordt ontvangen. Je mag geen stap te veel zetten, er ligt een rode loper uit. En je begint met een soort two-seat ceremony, heet dat dan. Prachtige zaal, die is overal beschikbaar. Grote zaal, met twee stoelen aan het hoofd van de zaal. En er zit dan de hoogwaardigheidsbekleder uit de plaats waar we dan zijn. En ik mag op de andere stoel plaatsnemen. En dan wisselen we beleefdheden uit. We vertellen elkaar waar we goed in zijn. En we vertellen elkaar waar de kansen liggen om elkaar te versterken. En daarna ga je met elkaar wat eten. En dan kunnen de gesprekken over echte werk gaan plaatsvinden. En de allerlaatste dag van onze handelsmissie ben ik ook nog naar Dafeng geweest. Dat was op de nationale feestdag in China. En op die dag werd ook op de Nederlandse Flower Festival werd het Lely Festival geopend. Dus allemaal lelies in allerlei schakeringen en kleuren waren daar in volle bloei. De plek was een soort van persconferentie ook om iets te vertellen over de betrekkingen tussen Nederland en Dafeng. En wat we van elkaar zouden kunnen leren. Zij waren met name erg geïnteresseerd ook in toerisme. Maar ook in hoe gaan we nou in Nederland om met een bloemententoonstelling. Wij hebben natuurlijk de Keukenhof. Nou, die is al veel verder doorontwikkeld dan het Hollandse Bloemenfestival daar. Het Holland Bloemenpark heet het eigenlijk. En wij zijn in Nederland daar veel verder in. Maar dus kunnen zij daar ook van leren. Voor mij was bij deze missie zeer leerzaam om te zien dat China niet behoefte heeft aan onze high-tech kassen. Om die één op één te exporteren naar China. Maar dat we ze moeten begeleiden in de stappen die ze moeten nemen om daartoe te komen. Dat betekent gewoon echt begeleiding. Begeleiding in kennis en begeleiding in soorten van techniek die we hen nu al wel kunnen aanbieden. Ja, de Nederlandse bedrijven die al in China zitten zijn zeer goed in staat om hun contacten te onderhouden. Maar die hebben wel overheden nodig, zoals een provincie Zuid-Holland, om de deuren te openen. Bedrijven daar worden altijd begeleid door overheden. Overheden nemen ook alleen maar bedrijven serieus die begeleid worden door de Nederlandse overheid. Dus we hebben elkaar keihard nodig.